Lieve Willem, je hebt mijn carrière gedurende 38 jaar met aandacht, kritiek, maar ook veel liefde gevolgd. Vanaf het prille begin in het theatertje, ach, zo'n theatertje. Ja. Tot een paar maanden geleden dat wij vader Kan en Corrie op het Koerhuisplein op hun sokkel hebben geholpen. Ja. En in al die jaren zijn we het slechts twee keer oneens geweest. Dat was de allereerste keer dat ik naar Carré ging in 76. En je zei, moet dat nou jongen, dat vreselijke revue-theater? En het was toen ik My Fair Lady Higgins ging doen. Je had zo je bedenkingen. En toen ik daaraan begon, Willem, dacht ik, de man heeft gelijk. Want Eddie Habbema zei, de regisseur, luister Paul, je gaat nu toneel spelen. Dat is heel iets anders dan je als cabaretier gewend bent. Eén ding goed onthouden, je mag je nooit rechtstreeks tot het publiek wenden. Alleen en uitsluitend tot je medespelers. Hij zei, het publiek is er wel, maar het zit er niet. Dat moet je vergeten en we noemen dat bij het grote toneel de vierde wand. Ik zei, wat nou vierde wand? Ik ben 30 jaar opgekomen. Goedenavond, dames en heren, wat leuk u te zien. Ik heb een band opgebouwd met die mensen, dat zijn vrienden van mij geworden. Nee, ze hebben maar, ze zitten er niet, vergeet ze, vierde wand. Nou, als My Fair Lady begon, dat herinnert u zich misschien nog, stond ik de eerste 4 minuten achter een pilaar op mijn beurt te wachten. En dan was hier Vera Mann als Eliza Doolittle een beetje aan het mopperen, omdat ze niet met de bloemen op de stoep mocht. En dan kwam ik na 4 minuten tevoorschijn. En dan was mijn eerste zin in My Fair Lady tegen Eliza Doolittle. Zeg, 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 wat is dit? Niemand wil je kwaad doen, dom kind. Wie denk je dat ik ben? Nou, toen heb ik gevraagd of ik daar niet zo op mocht komen. Eerst 4 minuten achter de pilaar en dan... Goedenavond, dames en heren. U ziet mij vanavond in een wat andere rol dan u van mij gewend bent. Maar ik hoop toch dat we er een toffe avond van gaan maken. Zeg, 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 wat is dit? Niemand wil je kwaad doen, dom kind. Wie denk je dat ik ben? Mocht niet, vierde wand. En wat voor mij ook heel moeilijk was, Willem, iedere avond hetzelfde. En dat je moet doen alsof je niet weet wat de ander gaat zeggen. Dan hadden wij een scène, dat herinnert zich misschien ook nog. Toen kwam de butler op en die zei dan tegen mij, professor, bent u daar? En dan moest ik zeggen, ja, wat is er? Er staat een vuilnisman op de stoep die zegt dat u zijn dochter hier in huis hebt. Maar ja, na 180 keer wil je wel even wat anders. Professor, bent u daar? Ja, er staat zeker een vuilnisman op de stoep. Maar wat ik dan wel weer het voordeel vond van dat toneelspeler, dat als je de telefoon opneemt en je weet je tekst niet meer, dat je kan zeggen, hier, het is voor jou. Maar heel moeilijk voor een cabaretier is dat je niet mag reageren als er iets in de zaal gebeurt. Willem, als jij nou dadelijk van je stoel valt, dan weet je, dan wordt er van mij als cabaretier verwacht dat ik daar geestig op reageer. En dat ik iets snedigs zeg van, zo leuk is het nou ook weer niet. Hè? Of iets anders van hilarische aard. Of er komt iemand te laat, dan moet je ook altijd weer iets leuks zeggen. Dan moet je daar trouwens ontzettend voorzichtig mee zijn, want het was geloof ik Pissuis. Die had een man op de eerste rij, die was te laat en je weet hoe dat gaat. Iedereen opstaan en Pissuis wachtte rustig tot de man zat en zei, zo, de koning is gezeten. En toen zei die man, ja, de nar kan beginnen. Maar wat er ook gebeurt, heb ik geleerd in die jaren bij het grote toneel. Niet reageren, ze zitten er niet, vierde wand. Ik heb me daar keurig aan gehouden tot een avond in Carré. Ik zong het slotlied van My Fair Lady. Ik voel opeens dat ik haar mis. Ik ben opeens weer zo alleen. Een van de gevoeligste liederen die de musical ooit heeft voortgebracht. Ever. En daarna ging ik zitten in een stoel. Geen tekst meer, alleen nog stil spel. En dat is het allermoeilijkste wat ik heb moeten leren. Maar ik deed het op een duur echt heel erg stil. Stelt u zich voor, de meest dramatische scène van My Fair Lady. Eliza heeft Higgins verlaten, het huis is koud en leeg. En ik zit er in die stoel en ik speel wanhoop, verbijstering, gemis, verlangen. Stil spel. Adembenemend stil. En op dat moment gaat er in de zaal zo'n portable telefoon af. Maar ik denk niet reageren, hou vast die stilte van Vliet, ze zitten er niet, via de wand. Maar die zak kan het knopje niet vinden. En sluipt al telefonerend zo voor het toneel de zaal uit. En ik hoor hem nog zeggen, check, luister, verkoop NMO, koop Unilever. En toen knapte er iets in mij. Ik zei, boerenhuf, dan kan je niet 1 uur zonder dat kleren ding. Ga maar bellen op de gang, doorgetrepte communicatie, gek. Straks trek je nog een faxetje, reet.
Maar ik heb de volgende morgen wel even gauw Unilever gekocht. Veel moeten leren. Het allerbelangrijkste wat ik bij My Fair Lady heb moeten leren, Willem, was hoe gedraagt men zich op sterrenparties? He, want ze moeten de foto's hebben, wie was er met wie en waarom niet. En voor een sterrenparty is het zaak om zo snel mogelijk in de buurt te komen van Vanessa. Die is er altijd. Die kan je leasen, geloof ik. Ja. En dan word je op zo'n sterrenparty tegen alle andere bekende Nederlanders aangeplakt. En dan zeg je in je verwarring, dag mevrouw zorgdrager tegen mevrouw Borsato. Maar dan wordt de avond toch nog gered door iemand die tegen je zegt, ik hou niet van musicals, maar wat ik werkelijk geweldig vond, dat was die slotscène met die portable telefoon. Veel moeten leren. En dan moesten wij als hoofdrolspelers ook af en toe naar een diner met de sponsors, met het gebed vooraf. Heren, zegen deze spijs en drank. Amef. Veel moeten leren. En Willem, je weet, ik reis nu weer met een nieuwe eigen show door het land en ben weer terug in mijn eigen vak. En dat bevalt me eigenlijk het beste en dat zal je ook veel plezier doen. En uit die nieuwe show heb ik een tekst voor je gekozen, omdat ik vind, ik ken je een beetje, dat dat slaat op hoe jij hebt geleefd, hebt gedacht en hebt gevoeld. De oude droom. Er was eens een droom en die droom was vervlogen en hij scharrelde eenzaam en oud door de stad. Door vrienden van vroeger verlogen bedrogen. Een karikatuur die zijn tijd had gehad. En die stokoude droom ging langs deuren van huizen waar ooit hij het stralende middelpunt was. Geliefd en aanbeden. Een held in het verleden met een kroon op zijn hoofd en met vleugels van glas. En hij nam ons mee langs wegen van liefde tot hoog in de bergen naar toppen van kracht. En het uitzicht daarboven was niet te geloven. Zo mooi en zo ver en nog nooit zo gedacht. Maar die stokoude droom zwerft nu door de straten, verhongerd, vermagerd, verarmd en half blind. En niemand heeft tijd om wat met hem te praten, alleen af en toe nog een gek of een kind. Dus, als je hem tegenkomt een deze dagen, haal hem in huis, probeer het een keer. Geef hem een stoel en dan moet je hem vragen, hé, oude droom, hoe zat het ook weer? Dat jij ons meenam langs wegen van liefde, tot hoog in de bergen naar toppen van kracht. De wereld hervormen, de hemel bestormen, met nieuwe ideeën, nog niet eerder bedacht. Want die stokoude droom heeft nog heel veel te geven. Hij heeft een geheim en dat zijn wij soms kwijt. Maar hij zal ons ooit allemaal overleven, want hij is zo oud als de wereld, zo jong als de tijd. Maar je moet hem beschermen. Je moet hem verzorgen, je moet hem koesteren onder de zon. Je moet hem vertrouwen en vandaag al of morgen weet je het weer waar het ooit om begon. Dan neemt hij je mee weer langs wegen van liefde tot hoog in de bergen naar toppen van kracht. En daar zal dan blijken dat je verder kunt kijken en hoger kunt reiken dan je ooit had gedacht. Dan zijn er ook artiesten die eigenlijk helemaal geen aankondiging nodig hebben.